In ons land worden illegaal grote hoeveelheden harddrugs geproduceerd. Voornamelijk amfetamine, meth, ecstasy en MDMA. Bij deze productie blijven er heel veel giftige afvalstoffen over. En we hebben het over naarspul, zoals naftaleen, formamide, methanol, zoutzuur, mierenzuur, zwavelzuur, aceton, ethanol en ether. Dit drugsafval wordt klakkeloos gedumpt in onze mooie omgeving. Direct contact met deze chemicaliën kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten. Ernstige brandwonden, irritatie aan de ogen en luchtwegen, stuiptrekkingen en bewusteloosheid. Maar ook de natuur leidt eronder. Als de stoffen het milieu inlekken, verandert de zuurgraad van de bodem en sterft het bodemleven af. Hetzelfde geldt voor oppervlaktewater. Uiteindelijk kunnen de resten van deze giftige stoffen zelfs in je drinkwater en je voedsel terechtkomen. Vaak zit het afval in vaten en jerrycans. Soms netjes weggezet, soms argeloos neergegooid. Soms in het water, soms wordt het in een gestolen voertuig achtergelaten. Soms wordt het afval direct het riool ingegoten of in de gierkelder van een boer. Wij kunnen ervoor zorgen dat het drugsafval zo min mogelijk schade maakt aan onze omgeving. Als je een drugsafvaldump tegenkomt, blijf op afstand en bel de politie. En wees alert op verdachte omstandigheden en meld deze ook bij de politie. Bij direct gevaar bel 112, anders 0900 8844. Zo houden we onze omgeving schoon en veilig.